Wat merken de Nederlandse militairen in Noorwegen van de cyberoorlog met de Russen? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond, we zijn in cyberoorlog met de Russen. Zware taal van minister Bijleveld van Defensie. Gisteren in het programma WNL op zondag. Straks een gesprek over deze uitspraak met brigadegeneraal buitendienst Jelle Reitsma. Maar eerst naar Duitsland. De CSU in Bayern heeft tijdens de verkiezingen een historische nederlaag geleden. De CSU was altijd verreweg de grootste partij in de Duitse deelstaat. Aan de telefoon Bertus Bouwman, redacteur van Duitslandnieuws.nl en woonachtig in Berlijn. Goedenavond, meneer Bouwman. Goedenavond. Hoe komt het dat de partij zo verloren heeft? Dat wordt toch verweten aan de politieke strategie die de partij heeft gevoerd. Men was heel erg bang voor de opkomst van de rechtspopulistische partij AfD... en heeft daardoor de confrontatie gezocht met Angela Merkel. Ja. En daardoor is eigenlijk de afgelopen maanden... is het nergens anders over gegaan dan over de vluchtelingencrisis... en heel veel kiezers snappen daar weinig van en hebben de partij aan ter linker of rechterzijde verlaten. Ja, want Beieren, het zuiden van Duitsland, de grens met Oostenrijk, veel vluchtelingen daar? Nou, dat is inderdaad wel de plek waar de meeste vluchtelingen in 2015 het land binnenkwamen. Dat was toen een enorme vluchtelingenstroom. Maar sinds de Turkije-deal is die stroom eigenlijk enorm ingedampt. En heel veel mensen, heel veel kiezers hebben aangegeven... we hebben eigenlijk hele andere problemen waar we het over willen hebben. Waarom kom je nou dus steeds over de vluchtelingen te spreken? Ja. Hoe hebben de christelijke kiezers in Beieren gestemd? Ja, dat is eigenlijk niet zo één op één te vertalen naar de Nederlandse situatie. In Nederland heb je duidelijk christelijke partijen. In Duitsland zijn binnen elke partij wel een christelijke afdeling aanwezig. En wat je ziet... is dat wel heel, hele interessante peilingen rondom dit thema. Waarom hebben mensen niet meer op de CSU, echt een christelijke partij, gestemd? En dan werd als derde, de helft van de mensen zei van... nou, we vinden dat de CSU niet meer de christelijke waarden vertegenwoordigt. Dus zijn zij overgestapt naar bijvoorbeeld de Groenen... waarvan ze wel vinden dat zij de christelijke waarden vertegenwoordigen. Juist. Nou is de CSU verwant aan de partij van Angela Merkel. Wat zijn de gevolgen van de nederlaag voor haar? Ja, eigenlijk is het een klein succesje voor Angela Merkel. Want de CSU lag de hele tijd dwars. En zij kan nu zeggen, en dat heeft ze vanmiddag ook gezegd... dat was een verkeerde strategie om met mij dwars te liggen. Je kunt maar beter met mij eens zijn. Okay. Dus eigenlijk is het goed nieuws voor Angela Merkel. Ja, ze heeft het omgedraaid en positief nieuws ervan gemaakt. Nou zijn er over 2 weken weer verkiezingen in Duitsland. Dan in de deelstaat Hessen. Gaat de partij van Merkel daar ook een klap krijgen, denkt u? Dat is af te wachten in hoeverre er ook consequenties worden verbonden... aan wat er nu in Beieren gebeurd is. Ik denk wel dat... De CSU doet het sowieso heel slecht en dat heeft alles te maken met dat gedoe met CDU en CSU. Dus naar alle waarschijnlijkheid zal de CDU het ook in Hessen slecht gaan doen. De vraag is het alleen hoe slecht gaan ze het doen. We gaan dat afwachten. Dank voor uw toelichting, Bertus Bouwman vanuit Berlijn. We zijn in cyberoorlog met de Russen, dat bevestigde minister Bijleveld gisteren in WNL op zondag. In de studio hebben we Jelle Reitsma, brigadegeneraal buitendienst. Goedenavond, meneer Reitsma. Goedenavond. Een verrassing voor u dat de minister dat zegt? Ja en nee. Het is natuurlijk duidelijk dat er al heel lang competitie is... om het zomaar eens te noemen op het gebied van cyber. Tussen Rusland en het Westen. Ja. En de minister heeft het woord oorlog gebruikt. Ja, het woord oorlog heeft natuurlijk in volkenrechtelijke zin... een hele zware betekenis. Ja, zware lading. Een zware lading. Ja. En sommige verslaggevers hadden het dan ook over... noemden het woord oorlogsverklaring. Ja, ik denk dat het overgrote deel van het kijkend en luisterend Nederlands publiek... heel goed begrijpt dat de minister hier het woord oorlog... in een andere zin heeft gebruikt. Mm-hmm. In de zin van, ja, er is voortdurend... ik heb het competitie genoemd. Je zou er nog andere woorden voor kunnen verzinnen. Ja. Maar het is dus geen oorlog in de klassieke zin van het woord. Ja, maar nu heeft Nederland wel natuurlijk een paar weken geleden... of een paar maanden geleden, het is een paar weken geleden bekend geworden... Ja. 4 Russische spionnen uitgezet. Ja. Dat was niet niks. Nee, dat is zo. Maar ik zou bijna zeggen... dat is business as usual voor inlichtingendiensten.
Meent u dat? Ja, zeker. Dat maar gaat alleen, over en weer zo? Maar het bijzondere van deze gelegenheid was dat in alle openheid er verteld werd hoe het gegaan is en dat gebeurt. Dat is hoogst ongebruikelijk. Ja. Ik heb enig inlichting in verleden opgedaan in mijn militaire loopbaan. En het is echt de eerste keer dat ik een inlichtingoperatie zo terug heb gezien op televisie. Ja, waarom is dat nu, denkt u? Waarom wordt dat nu dan in het openbaar gebracht? Daar is uitgebreid op politiek niveau over gedacht. Ja. Het is ook afgestemd met Engelsen, dat bleek uit alles. En het is, de politieke bedoeling is, denk ik, het geven van een heel duidelijk signaal aan Rusland van we hebben genoeg van jullie activiteiten, dat zouden jullie moeten stoppen. Overigens is het een illusie om te denken dat ze dat zouden doen. Ja, waarbij ik het idee kreeg, vergeef me als ik de verkeerde woorden gebruik, maar ze hebben 4 stagiaires op pad gestuurd met een wifi-router en die mogen in Den Haag gaan spioneren. Ja, zo is het ook uitgelegd, denk ik. Maar ja, het is heel lastig om na te gaan wat er allemaal achter gezeten heeft. En hoe bijvoorbeeld onze militaire inlichtingendienst erachter is gekomen dat er 4 Russen met diplomatieke paspoorten binnenkwamen op Schiphol. Ja. Terwijl ze bij de GRU hoorden. Nou is het wel zo dat in het verleden daarvoor al de Nederlandse militaire inlichtingendienst duidelijk wat gehackt heeft in het hoofdkwartier van de GRU. Dat hebben de Amerikanen dan toen ook bekendgemaakt. Dat was ook al heel verrassend. Dat is ook niet gebruikelijk. Ja. En ik denk dat ze op die manier toch aan een personalia zijn gekomen van Sovjet-inlichtingen, officieren. En zodat ze die konden, tussen aanhalingstekens, herkennen op Schiphol bij hun aankomst. En later oprollen. Ja, ja. Nou zegt de minister van Defensie, mevrouw Bijleveld, de manier van oorlog voeren is veranderd. De vorige minister van Defensie, Jeanine Hennis, die heeft wel eens gezegd de nieuwe vijand komt uit het stopcontact. Vroeger voerden we oorlog te land, te zee en in de lucht. Ja, met tanks en vliegtuigen. Precies, dat blijft ook zo. Maar er zijn 2 elementen bijgekomen. Cyber en de ruimte. Ja. En de hele manier van oorlog voeren, zeker in de aanloop naar een gewapend conflict, zien we heel andere patronen dan vroeger. Uh-huh. Inderdaad, denk aan de bezetting van de Krim, de kleine groene mannetjes. Vooral cyber. Proberen zoveel mogelijk informatie te krijgen over wat de andere kant denkt te gaan doen of van plan is. Dat is ook niet nieuw. Dat deden we natuurlijk in het verleden over en weer in de Koude Oorlog. Precies hetzelfde. Ja, dus de manier is niet veranderd, maar de techniek wel. De techniek is veranderd. En ja, maar cyber is echt een domein waarin oorlog gevoerd wordt. Dat is wel nieuw. En dat geldt ook voor de ruimte. Ja, u zegt we moeten ook dat anderen die tanks en die vliegtuigen blijven houden. Ja. Maar als je zegt de moderne oorlog wordt gevoerd via de cyber, dan moet je toch andere middelen gaan investeren. Je hebt natuurlijk ook andere middelen nodig. Maar zoals gezegd, het zijn 5 domeinen waarin je oorlog moet kunnen voeren als bondgenootschap. En in elk van die domeinen moet je dus vertegenwoordigd zijn. Mm. Ik noemde de ruimte, daar doet Nederland niets in. Dat kunnen we waarschijnlijk ook niet. Dan zijn we dus afhankelijk van bondgenoten. Ja. Maar ja, dat staal op staal blijft een aspect van de oorlogvoering. Ja. Dat maar is in de Oekraïne ook gezien, toch? Ja. Het begon daar ook met allerlei subversieve acties. En op een gegeven moment werd het gewoon een klassieke oorlog. Ja, u zegt dat nu. We zien het zelfs vandaag. Want vandaag werd bekend dat het Korps Mariniers, wat aan het oefenen is in Noorwegen, last heeft van de Russen. Ja. En daar komt een grote oefening aan, Trident Juncture. Ja. Van de complete NAVO zo'n beetje. Ja. Waarom gaan die juist daar oefenen? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het er vooral om gaat om de procedures te testen die nodig zijn om grote aantallen troepen, materiaal en schepen te verplaatsen naar een gebied waar een conflict zou kunnen beginnen. Maar in de voortuin van de Russen? De voortuin van de Russen, ja. In Noorwegen? Ja, dat is ook zo. Maar het is ook voor de hand liggend dat in die sector de meeste conflicten zouden kunnen komen. Denk, nou, dus niet direct Noorwegen, denk aan de Baltische Staten. Ja. Met de grote Russische minderheden. Uh-huh. En waarbij zeker de inwoners van de Baltische Staten de nabije aanwezigheid van de Russen heel erg voelen. Ja, voor de duidelijkheid, de Baltische Staten zijn lid van de NAVO. Ja, zijn dus als die aangevallen worden, dan is dat een aanval op de complete NAVO. Op de complete NAVO. Ja, ja. Moet dit nu ook, we zitten ook in de discussie van meer geld naar defensie. De NAVO wil 2% dat wij investeren in defensie. Moet dat ook naar die cyber?
Jazeker. Nee, dat, geen misverstand. Of alles ook. Zelfs misschien? Nee, niet alles. Nee, ik blijf erbij dat we nog steeds in 5 domeinen oorlog moeten kunnen voeren. Toch wel. Met z'n allen. En daarvoor. Het zijn andere aantallen en ook die. Dat militaire ijzerwerk krijgt wat andere karakteristieken. Mm. Maar ook daar speelt cyber een hele belangrijke rol. Een moderne tank- of panzervoertuig, daar zit van binnen ook allerlei elektronica in. Dat kun je ook hacken. Vroeger keek een tankcommandant op zijn kaart. Ja. Tegenwoordig kijkt hij op een beeldscherm en ziet de kaart. Ja. Maar wat gebeurt er nu als dat beeldscherm zwart wordt? Dan moet hij toch wel even terug naar de papieren kaart. Ja. Dat was de grote les van de grote oefening in Polen van vorig jaar. Dat alle high-tech prima en prachtig, maar het laat het wel eens afweten. En dan moet je terug kunnen vallen op, ik zou bijna zeggen, allerlei klassieke kunstjes. Dus dat zou een mooi oefendoel in die Trident Juncture zijn. Zet alles eens uit en kijk of het dan nog draait. Dat zou je kunnen doen, maar dat. Dat zal de nodige verwarring met zich meebrengen, denk ik. Ja. Ik wil nog even met u naar Defensie in Nederland. Ja. Want vandaag is er een rapport, of de commissie Giebels heeft onderzoek gedaan naar de misstanden bij Defensie. Ja. De sociale veiligheid is onvoldoende, constateerde deze commissie. Ja. En de staatssecretaris gaat een onafhankelijk meldpunt inrichten. Is dat een verstandig besluit? Ik denk het wel. Waarbij ik wel een opmerking vooraf wil maken. Het lijkt er wel of heel Defensie een Sodom en Gomorra is. Als het over sociale veiligheid gaat, het gaat over incidenten. Incidenten? Incidenten, hoe verwerpelijk dan ook. Die uitvergroot worden? Die uitvergroot worden, die inderdaad op zichzelf zeer betreurenswaardig zijn. Mm-hmm. En waar in de lijn actie op moet worden genomen. Ja. Nou, dat is onvoldoende gebeurd. Ja. Dus ik vind het heel goed dat er nu een commissie is die daar van buiten naar kijkt, onafhankelijk. Ja. En ik hoop van harte dat het leereffect daarvan zo is dat die commissie over een bepaalde tijd opgeven kan worden, omdat we het gewoon in de eigen organisatie kunnen oplossen. Ja, dan popt dit op in 2018. U loopt al wat langer mee in Defensie. Heeft een carrière van 40 jaar daar achter de rug. Was dat in uw tijd ook zo? Ongetwijfeld, ja zeker. Er gebeuren dus ook allerlei dingen die niet door de beugel konden. Dus niks nieuws onder de zon? Eigenlijk is er niks nieuws onder de zon. Een voorbeeld, in de tijd van het dienstplichtige leger, als er een nieuwe lichting in Duitsland arriveerde waar ik toen diende, dan werden die door de oude hap ook, op zo zacht gezegd, wel eens onheus bejegend. Ja. En ook toen hadden we, noem het maar, een vervolgingsbeleid om daar paal en perk aan te stellen. Ja. En ik kan me herinneren dat ik dat ook deed als commandant. Ja. En, dat en werkte dat? En, ja, dat werkte. Mm. Alleen, ik kreeg toen wel het verwijt naar mijn hoofd dat het bij mij veel malen slechter uitzag dan bij anderen. Dat kwam omdat ik het tegen mijn ondercommandant had gezegd, dit bestrijden we te vuur en te zwaard. Ja, ja, dan komen er dingen boven. Ja. Dat was in de tijd van een dienstplichtige leger. Ja. We hebben nu een vrijwilligersleger. Denkt u dat dit effect heeft op de werving? En mensen zeggen, ja, daar wil ik niet bij werken, bij zo'n organisatie. Ja, dat is niet uit te sluiten. Mm. Maar nogmaals, het gaat over incidenten. Het gaat niet over het geheel. Er zijn ook een heleboel jongelui die over Defensie hele positieve verhalen hebben. Ja. En dat meldpunt. Bij Defensie heerst een cultuur van ja, je verraadt je kameraden niet. Zou dat werken, denkt u? Ja, ik denk het wel. Als je inderdaad als slachtoffer geen gehoor krijgt bij je directe commandant, ja, dan moet je iets hebben om het probleem aan te kunnen kaarten. Ja. Waarbij de staatssecretaris zich wel erachter verschuilt, hè, van een meldpunt en het is weer opgelost, we kunnen weer verder. Ja, maar dat is natuurlijk niet zo. Dat is een minne oplossing, ja, vind ik. Want daar lijkt het bij Defensie op. Er is een probleem. We stellen een commissie in, die zoekt het uit. En voorlopig doen we dan even niks tot de commissie heeft bedacht wat er zou moeten probleem gebeuren. Probleem opgelost, maar zo werkt het niet. Maar zo werkt het dus niet. Dank voor dit gesprek, generaal buitendienst Jelle Reitsma. Graag gedaan. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Hartelijk dank voor het kijken. Morgen, beleven en welzijn, zijn we weer terug. Fijne avond. Dag.